Goedendag dames en heren, mijn naam is Joel en fijn dat jullie op te kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik eruit leggen hoe je een hele simpele kaarttruc gaat doen. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen met de video. Goed, wat we voor deze nodig hebben is een spel kaarten. En ik heb gewoon een normaal spel kaarten hier. Niks geks aan de hand. En we hebben twee koningen nodig of twee dezelfde kaarten. Het kunnen ook twee jokers zijn of twee hele andere soorten kaarten. Als ze maar dezelfde, ja, de soort plaatje hebben aan de voorkant. En wat we gaan doen is, laat iemand een kaart kiezen en laten we zeggen stop, of kies een random kaart uit, in dit geval deze kaart. En het is de schoppenboer. Nou, die schoppenboer die pakken we en die doen we dus gewoon hier in het midden, doen we gewoon weg. Ik schud de kaart dan nog eventjes voor de zekerheid, dus jullie nog een beetje een idee hebben van dat die ergens is. Ik zal hem nog eventjes zo schudden voor de zekerheid. En die kaart is dus gewoon voorlopig weg. En wat we gaan doen is, we gaan deze twee koningen, die gaan dus die boer vinden. De gekozen kaart gaan ze vinden. Dat doen ze op een hele leuke manier. Ik heb hier namelijk, laten we zeggen, dus de ruiten en de harten. En wat ik ga doen, let op, ik ga gewoon vrij wijven over die kaart en let op. Op een gegeven moment komt er een kaart tussen. En die kaart is in dit geval dus weer de schoppenboer. En dat is eigenlijk al simpelweg de kaarttruc. En nou gaan we over naar de uitleg. De uitleg voor deze truc is eigenlijk vrij simpel. Wat je nodig hebt voor deze truc zijn twee koningen of twee jokers, of het maakt niet uit. Als het maar twee ongeveer dezelfde kaarten zijn. En je moet dus weten hoe je een kaart bovenop laat blijven. Dus als iemand een kaart kiest, moet die kaart uiteindelijk weer bovenop blijven. En hoe doe je dat nou? Nou, heel simpel. Je laat iemand een kaart kiezen, in dit geval de klaver aas. En wat ik doe meestal is, ik zeg van nou, hij gaat in het midden. Dat doe ik dus niet. Hij ligt dus nog steeds bovenop. Wat ik dus eigenlijk doe is, ik met mijn duim pak ik dus niks van bovenaf. Met mijn drie vingers pak ik de kaart die eronder zit. Dit pak ik. En als je dat in snelheid doet, dan denken de mensen van, oh, hij pakt hem van boven. Dus dat is eigenlijk mijn manier, maar probeer je eigen manier te verzinnen. Ik doe het gewoon zo en dan schud ik de kaarten. Daar heb je verschillende manieren voor. Ik schud mijn kaarten altijd zo. Als die klaver aas maar bovenop blijft, dat is het belangrijkste, oké? Dus die klaver aas ligt bovenop. Wat je dan doet, is je doet je pink onder die klaver aas. Dus als het ware gewoon heel simpel dit. Je zegt van nou, ik heb dus twee koningen, je legt ze allemaal erop en je pakt heel het stapeltje op. En wat er gebeurt is, ik heb dus hier deze drie kaarten opgepakt met die klaver aas daaronder. Dus als ik heel het stapeltje oppak en ik zeg van ik heb hier de harten, dan leg ik deze erop met die kaart erachter. En dan hou ik het stevig vast, probeer het gewoon stevig vast te houden en als ik zo eroverheen wrijf, als het ware doe ik alleen maar dit. Dat is alles. En de snelheid ziet het er dus zo uit. Ik heb dus hier die klaver aas, mijn pink eronder, de twee kaarten erop. Ik zeg nou, ik heb een ruiten en een harten en let op, ik wrijf zo. En daar is de kaart. Mensen zullen verbaasd staan en daar is simpelweg de klaver aas. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet een like te geven en abonneer op dit kanaal. Want dan blijf je op de hoogte van alle kaarten die hier gepost worden. En wil je nou een van mijn vorige kaarttrucs zien, moet je eventjes klikken hier of daar. Dan ga je naar een van mijn vorige kaarttrucs toe, waar ik ook vette dingen heb uitgelegd. Dus klik daarop en dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Althans, als je hebt geabonneerd en als je dat gaat doen. Ik zou zeggen doe het gewoon en dan zie ik jullie gauw weer terug met een nieuwe video. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!